Een kleine halve ronde leeft de hoop op een nieuwe Vlaamse zege. De Klerk laat zich bij de start niet wegdrummen. Maar daarna nauwelijks 10 minuten valt alles weer in de oude plooi. De Belgen wat feestmoe en oververzadigd. De Nederlanders gebeten, belust op weerwraak en dus demonstrerend. Van der Poel en Groenendaal na nauwelijks een ronde al een halve minuut voor op de verzamelde Vlamingen. Van Zandvliet, Nijs, Vervecke, Berde, Janssens en achteraan wereldkampioen De Klerk. Merkwaardig toch die ommezwaai. Op het WK al na een ronde wegreden, hier geen moment verzwakkend de Nederlanders. Een slechte dag dus in Denemarken. De oorzaken een val op training bij Van der Poel of gewoon stress. Ja, je wint heel gedurende het seizoen bijna alles. En ja, dan misschien ben je dan gewoon nog niet oud en sterk genoeg om dat te kunnen dragen. Half koers is Groenendaal al zeker van de eindzege. Alleen de dagzege wekt nog interesse en de strijd voor de lucratieve derde plaats in de eindstand. Een strijd tussen De Klerk en Vervecke. Als De Klerk in de derde ronde valt, ligt de weg voor Vervecke open. Van Zandvliet, Berde en de wippende Nijs, Vervecke gaat vlot mee. En dat stoort De Klerk niet. Vervecke heeft na Denemarken nog recht op een wederdienst. Dat was wel, ja, mag het eigenlijk zijn, maar ja, het lukte niet eigenlijk. Je moest te veel plaatsen toegeven dan, hè? Ja, dat moest te veel. En dan zouden de mensen het anders zeggen. Gevolgd De Klerk sluit weer aan bij de eerste achtervolgers, Nijs, Berde en Vervecke. Alleen Van Zandvliet ontbreekt. Die is 2 ronden voor het einde van de rest weggereden. Van Zandvliet, WK pechvogel. Hij wordt hier eervol derde. Sven Nijs zal Vervecke nog kwijtspelen en voor de Kempenaar 4de eindigen. Blijft nog de zoveelste Nederlandse tweestrijd voor de zege. Groenendaal onderstreept nog eens zijn overwicht. Arne is zijn 5de superprestige zege en na de wereldbeker wint de Noord-Brabander ook dit regelmatigheidscriterium. Van der Poel is nog maar eens 2de, wereldkampioen De Klerk is vandaag 6de en in de eindstand een terechte 3de. De Klerk voor wie de belangstelling ook nu weer overweldigend is. Pakken supporters, al heeft De Klerk daar in de koers weinig van gemerkt. Nee, want ik heb mijn trui eigenlijk als parcours wist verkennen, heb eigenlijk een gewone trui al gedaan van de sponsor, want het was niet te doen. En volgende week is het Memoriaal Geert de Vlaming en zal minder belangstelling zijn. Maar dat doet je wel wat, hè? Dat doe je vanuit je hart ook, die Memoriaal. Ja, zeker. Het is een vriend geweest en ik ga proberen die wedstrijd te winnen, eigenlijk om, gewoon om de moeder van Geert ergens toch in de bloemetjes proberen te zetten.